vanaf een paar minuten afstand zijn. Dus wacht u even tot die helden uit Wageningen met het bevrijdingsvuur straks binnenkomen. Zo, dames en heren, helemaal vanuit Wageningen, waar vannacht om 12 uur door de burgemeester van Wageningen het bevrijdingsvuur is ontstoken. Het bevrijdingsvuur wat al helemaal via Normandië is naar Wageningen was gekomen en is nu hier in Brielen aangeland. Bert van Lagerhorst, wethouder van Brielen, heeft de toorts bij zich. En we gaan straks natuurlijk het vreugdevuur hier ook in Brielen ontbranden. Maar eerst maar eens even, hoe was het, Bert? Het weer was slecht onderweg hier en daar. Met regen, hagelzon, veel wind. Maar burgemeester, we hebben het toch met z'n allen goed doorstaan. En we zijn ook, we hebben wel iemand met een blessure heeft opgelopen. Maar verder zijn we toch allemaal hier. En heel trots dat we dit hebben kunnen doen. En, je doet het natuurlijk ook. Je weet waarom je dit doet. En daar staan we natuurlijk allemaal ontzettend achter. En we zijn heel trots dat we dit voor Brielen en West-Voorne en Helderslaan zijn mogen doen. Ja, geweldig. Nou. Ja. Dat is ook niet. Weer één keer nog een applaus voordat we het bevrijdingsvuur aansteken. Ik hoop dat het. Vrijheid is definitief vandaag in Brielen aangekomen. Goed, we hebben nog even om dit te symboliseren een boeket bloemen voor wethouder van Lagerhorst. Maar we zorgen natuurlijk dat iedereen vandaag nog even in het zonnetje wordt gezet. Maar om de laatste kilometers te volbrengen, allemaal in toppen gevuld. En we wensen ze nog heel veel succes in de Rokanje de laatste kilometers. En niet alleen al uw applaus voor de lopers, maar ook voor de begeleiders, voor de chauffeurs vandaag. Want die hebben het tot allemaal wel gedaan. Volgend jaar gaat het weer opnieuw gebeuren. Zo, heel veel succes nog, dames en heren. Geweldig allemaal, natuurlijk.